Chris van Damme is mij ook nog genomineerd bij de beste presentatie. Ik sluit het niet uit, inderdaad. Nee, maar de concurrentie is stevig. Hè? Umberto zit erbij, en Bo zit erbij, Johnny zit erbij. Er zitten allemaal grote namen bij natuurlijk. Oh, ja. Johnny en Bo vind ik ook heel goede. Nee, absoluut, inderdaad. Dus ja, het zal nog niet makkelijk worden. Ja. Maar ik denk dat bij RTL, dat ze allemaal duimen voor jou. Ja, dat denk ik ook wel, inderdaad. Maar wat is de directie. Hè? Presentator is zo'n programma. Dat heb Johnny toch niet? Nee, maar hij is wel presentator natuurlijk. Ja. 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 Heel apart dat jij helemaal uit het niks in één keer op de televisiering komt, Wilfred. Niks voor jou. Dat deed Johan. Nee, nee, nee. Ijdeltijd. Nee. Het is voor de status van dit programma hartstikke belangrijk dat hij die prijs wint. En het is voor zijn carrière belangrijk. Hij heeft namelijk heel Hilversum tot op het bot beledigd. Niemand zal hem ooit nog in dienst nemen. Dus René en ik kunnen niet stoppen. Anders heeft de familie geen ene meer te vreten. Dus eigenlijk zeg jij met z'n allen stemmen op www.paardenhulp.nl. Red de carrière van Wilfred Gené. Ja, nou ja, dat gaat wel heel ver.